ايو هذا ابراهيم واي واي ايو اخت مانو واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي في تاج واي واي نخي تي في تاج واي واي خين تاج فور واي واي الوي خندور واي واي برايم فلو Jawel, jawel mensen, zijn er weer. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. Vandaag zijn wij bij de WK Sutu hier in Amsterdam. Kan Bula een beetje hard schieten of niet? Ja, kijk hè. Even die benen voor jou. Ja, Bula, ja, dat zijn ze. Kortom, vandaag zijn die voorrondes mensen. Ze gaan kijken hoe... De kinderen gaan kijken hoe hard ze kunnen gaan schieten. Ik ben ook benieuwd of ik mijn record kan verbreken. En of jullie mij kunnen verbreken. En dan gaan we natuurlijk ook nog naar de finales. Kortom, het belooft een hele mooie dag te worden. Sowieso liefde naar jullie. Nogmaals, we zijn 10K. En er komt een special editie waarin we wat fragmenten laten zien. Wat willen jullie op de 10K special zien eigenlijk? Dus laat dat even achter op de comment. Voor de rest wens ik jullie een hele mooie, fijne, prettige video verder. En zoals wij altijd zeggen, wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Same time. Altijd positiviteit. Aarde. Aarde dus. Jermaine is een beetje stress zoals altijd. Laptopje. Ja. Sowieso Jermaine, SO naar jou. Gefeliciteerd met je diploma. Dankjewel. Ik weet dat ik nu een kort moet houden. Maar strijd hoor. Deze man heeft gewoon zijn universitaire opleiding gehaald naast zijn studie. Heeft hij een eigen bedrijf. Hij werkt nog bij ABN. Kortom, deze man doet giga veel. Alleen maar respect man. Dankjewel man, dankjewel. Ja. Kijk eens. Strijd, kijk eens jongen. Ah, weer wel hoor. Met mijn inbouw eruit. Kijk eens. Wat vind je nou van deze gozer? Kan het niet? Mooie man. Huh? Mooie man. Geweldig. Hoe hard denk je dat jij kan schieten? Ik weet niet, man. 80. Gaan we hier schieten? Dan maak je een goede kans om te winnen vandaag. Ja, man. We zijn er bijna. Brein. Ja, dat zijn ze. Goedemorgen jongens en meiden. Goedemorgen. Okay, alles goed? Ja. Hey, luister eens. Vandaag de voorrondes van de WK Sutu. Ja. En ik ben super blij dat jullie er zijn. Zometeen hebben we één iemand die waarschijnlijk het hardste kan schieten. Maar er zijn een aantal die minder hard kunnen schieten. Dat betekent niet dat je minder goed bent. Dat betekent niet dat je helemaal niet kan voetballen. Dat betekent alleen dat we nog moeten blijven trainen om uiteindelijk het hardste te kunnen gaan schieten. En natuurlijk, de leeftijden verschillen een beetje en de lengte verschilt een beetje. Het gaat er vooral om het meedoen en dat je je uiterste best gaat doen. Als je je best niet hebt gedaan en het is niet gelukt, dan voelt het heel naar. Maar als je alles aan hebt gedaan, dan is het alleen maar goed, toch? Ja. Dan kun je jezelf nooit kwalijk nemen. Zullen we snel gaan starten, jongens en meiden? Top. Five minutes later. 3 hours later. Oké, okay. Yes. Ja? Ja. Het is hem. Vraag. Kom maar. 60. Is het goed, je weet? Yes. Volgende. Volgende, is iedereen geweest inmiddels? Iedereen is weg. Wie dan? Okay. Dit was wel echte mannen. Wow. 7-5 rood. Ja, happy jongen. Ja, jongen. Ja, happy. Ja, jongen. Ik ben trots op je, jongen. Hartstikke goed. Allereerst super bedankt dat jullie mee wilden doen. Je ziet, als je echt oefent, dan kan je echt steeds harder schieten. Een aantal waren sneaky.
die hebben hier van de week zien oefenen. Ik noem geen namen, maar allereerst een applaus voor jezelf. Hoor. Zometeen, wat er gaat gebeuren. Ik noem je naam en dan kom je naar voren. Je leeftijd, hoe hard je hebt geschoten. En dan ontvang je een boom van Buda. Het is aan jullie natuurlijk om te blijven oefenen. Dus vooral met de organisatie van GK Voetbal. Dus sowieso ook een applaus voor hun. Een applaus voor deze jongen dames. Ja, hey, high five. Goed gedaan, hé. Vooral als mij door blijven. Ja, nog verbouw. Kijk eens. Ja. Applaus. Ja, applaus, hoor je dat? De volgende heeft 52 km per uur gescoord. Hij heeft één van de mooiste namen, want namelijk mijn zoon heet ook precies zo. En zijn naam is Ryan. Ryan. Ja. Kijk, hij heet ook Ryan. Kees, hij van Bouw. Ja. Applaus. Ja, applaus. De volgende, die is 17 jaar. 17 jaar, dames en heren. Ja, hij komt zelfs niet uit Amsterdam. Hij komt uit een van de mooiste steden van de wereld. Uit Leiden. Zijn naam is Bilal. Bilal. Ja. Waar is Bilal? Daar. Waar? Oh, ja. Dit is voor jou. Ja, gaan we gaan. Zo, wegwezen. Ja, kom maar. Rijd. Hup, politie mee. Kom op. Met de politie mee. Ik zeg met de politie mee. Kom nou. Hup, lopen. Lopen. En dan lopen we niet. En dan lopen we niet. Lopen. Hup. Hey. Ken je vroeger Dukes of Hazzard nog? Zo, hè? Ryan! Jermaine, we zijn net een kwartiertje bezig volgens mij en deze man... Wat zei je? Maar ik denk dat je nu al betrekking op tat hebt inderdaad. Tat? Het is 8:30 ochtends, mensen. Het is half 1 middag. Hij komt ook weer met z'n 8:30 ochtends. Wij lachen trouwen. Wat, met wie? Hé, hey, jij. Waar gaat het aan? Jongens, jongens, jongens. Kom, we gaan eten. Kom, hier. Kom, we lopen, hè. Wij gaan het aan, trouwen. Ja, jij wel. Vrienden? Hé, hey, lopen. Jouwe, 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 mensen. Hé. Hey. In zijn bureau. Wat gaan we vandaag doen? Oh, Gadisa. Ja, Gadisa. Is dat een bier, mensen? Ja, 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 ja. We dachten eten vandaag. Het staat een beetje vooruit, dus. Kat op. En dan gaan we gelijk. Kijk dan. Gewaar dus. Mijn boeken. Even kijken. Ik heb het mij. Ik heb je het adres. Ja, maar ook rij achter mij. Ja, is goed man. Kom, nee joh. Kijk eens. Kom hier zo. Ja, 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 ja. Ja, ja man. Kom, we gaan het lekker hebben. Dat is wel eten binnen. Ja. Nou. Even koken. Ja, 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 ja. Ja, ja, man. Kom, we moeten opschieten. Kom. Ik heb een Gadisa. Is een man, hè. Ik weet niet wat hij allemaal heeft gefilmd, maar we moeten in ieder geval racen. Zoals gewoonlijk.
zijn we weer alweer bijna te laat. Plakken binnen de tijd. Claim je score in de Jalp. 3, 2, 1. Jawel, jawel, jawel. Wow! 98! Hoe hard denk jij dat jij kan schieten? Lucas, haal die 110. Ja, ik ga boven die 110. 110, boven 110? Ja, dat ga ik. Dat is geen grap, hè? Nee. Zelfs de voorzitter die schiet in 110. Ja, het zou mooi zijn als ik nou. Oké, ik ben benieuwd. 110, we gaan kijken. Ben je klaar voor? Ga je die 110 halen? Ja. Dames en heren, klap voor Lucas. Goed, Lucas. Dames en heren, Lucas. Gooi het eruit. Nee. Nee. Damn! 13, ja. Ik zeg je eerlijk, lekker. Shout out naar Lucas, gruwelijk mensen, echt top man. 113. Zo hard gaat de auto van Jermaine. Is nu. Jonah. Vier! 60! Ja, nog een keer binnen. Nog één keer, klaarstaan. Vier! 64, ja! Lachen. Top. Ja? Kijk dan. We zijn er bijna, bijna. Ja, ik heb geluk met iemand zoals jij. In de ergste situatie zag ik soms niet eens je pijn. Met alle beetjes die je had, vulde jij al onze buikjes. Je probeerde... Wat probeer je te doen dan, vriend? Ze gaat niet werken. Ja, ik weet niet. Nee, ik zeg zeker echt langer zijn. Ja, maar of je gebruikt de ladder, dat kan ook. Ik zeg je eerlijk, weet je op wie je lijkt? Als ik zoiets kijk, zoiets zie. Gewoon een kutte paard. Ja? Waarom? Op buurman en buurman. Ja, dankjewel. Ja? Oh, nee, niet zo. Wat vind jij van deze wijk? Ik vind het wel een leuke wijk. Ja, waarom is het een leuke wijk? Omdat je kan hier voetballen en nog meer dingen. En jij gaat vandaag meedoen, of niet? Kijk, high five. Hij gaat ook meedoen. Ja. Sommigen schieten 115 km per uur. Dat red ik zelf ook niet. En sommigen schieten 15 km per uur. Maar wat er ook gebeurt, we hebben respect voor elkaar. Het gaat erom dat je meedoet. En sowieso krijgt iedereen een prijs. Sowieso. Ja. Oké, de dames zijn aan de beurt, ja? Ja! Hoeveel? Oh! Nee! Ja! 55! Pina! Oh. Wat is dat nu? Je moet toch daar proberen, man? Oude Smurf. Oude Smurf, hij is Ajax. Feyenoord. Ja. Pina! Pina! Wow. Ja, vriend. Jawel. Ik sta hier. Met wie sta ik hier? Nadir. Met Nadir. Ik wil even vertellen dat ik echt super trots op jou ben vandaag. Dat meen ik oprecht. Waarom? Waarom ben ik trots op jou? Omdat je 4 keer zo hard hebt geschoten dan ik dacht, hè? Ik wil gewoon shout-out naar deze man. Ik ben super trots op hem. Hij heeft vandaag gruwelijk gedaan. Hij heeft 4 keer zo hard geschoten dan ik dacht. En uiteindelijk is wat we willen zeggen, is dat je altijd in jezelf moet geloven. En dat je altijd in jezelf moet geloven en nooit rekening moet houden met wat anderen tegen jou zeggen. Want mensen zullen altijd eigenlijk zeggen dat je iets niet kan of dat iets niet lukt of wat dan ook. En wij hier met z'n drieën laten zien dat je wel echt alles kan bereiken wat je maar wil. Als je er maar voor gaat, toch? Of niet? Nou, alleen maar liefde naar jullie toe. Hey, wie dan? Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd
Wat zijn we tijd? Positiviteit. Mensen, volg ons WK-finale binnenkort op de woensdag. Ga jullie de volgende video zien over 2 weken. En dan hier in Amsterdam, WK Soeto 2018. Geef een blauwe duimpje omhoog. Abonneer, we zijn over de 10k. Dank daarvoor. Volg ons op Insta, Snapchat. Weet ik van wat allemaal. Ik weet niet wat je aan het snuiven bent, vriend, maar dat is niet best. In ieder geval, Arvidetti. Alleen maar liefde. Why, why, alleen maar liefde, why, why. Jeeuw het Abraham, oi, oi. Jeeuw het Bilal. Jeeuw het Abraham, oi, oi. Jeeuw het Bilal. Jeeuw het Abraham, oi, oi. Jeeuw echte mannen, oi, oi. Positiviteit, oi, oi. Activiteit, oi, oi. Negativiteit, oi, oi. Geen tijd voor, oi, oi. Heel wegen door, oi, oi. Prime.